Kippensoep is altijd een goed idee. Vooral als het buiten herfstig en guur is. En varieer ook af en toe eens een keer een beetje in die soep. Kom vandaag Oosterse soepinspiratie. Ik maak namelijk een Thaise kippensoep met mie, oftewel tomkakai. En dat is nog niet alles, want ik heb ook nog tijd voor een heel lekker no-bake taartje. In kippensoep gaat natuurlijk kip. Geen kipfilet, geen gewone kip, maar kip gehakt. Daar ga ik kleine balletjes van rollen. En die ga ik lekker op smaak brengen met onder andere limoenschil en het rode pepertje uit het Bami-pakket. Die groente gebruik ik verder in de soep. Dan, voor de soep heb je natuurlijk ook nog bouillon nodig. En dat is natuurlijk kippenbouillon. En voor de romigheid en wat in heel veel Thaise gerechten gebruikt wordt, heb ik lekkere kokosmelk. Verder Thaise gele currypasta. Die is redelijk mild, maar bomvol specerijen. Dus die gaat die soep echt een enorme kick geven. En dan heb ik ook nog lekker minesjes. En voor de kleur ook nog wat sugar snaps. Oké, eerst eventjes de gehaktballetjes. Want ik wil er een heleboel gaan rollen. Echt ongeveer 35 uit dat stukje gehakt daar. Dus ik begin eerst even met het fijnsnijden van de rode peper uit het Bami-pakket. Want die gaat pit geven aan die ballen. Snij hem even over de lengte open. En dan kun je heel makkelijk met een klein theelepeltje de zaadjes en de zaadlijsten eruit schrapen. Deze snij ik mooi fijn. Ik laat hem aan het groene steeltje zitten. En dan maak ik er kleine sliertjes van. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer je een ui snippert. Als je het kontje laat zitten, dan kun je heel makkelijk mooie kleine blokjes snijden. En dat geldt dus ook voor de rode peper. Nou, en dan kun je dit natuurlijk gewoon weggooien. Ik gebruik vandaag gewoon de normale Spaanse chilipeper. Maar in de Thaise keuken worden wel heel vaak die hele kleine, super scherpe rode pepertjes gebruikt. Die noemen ze de bird's eye peper. En die hebben ze in het rood en in het groen, geloof ik ook. Nou, die hebben wel echt heel veel meer pit dan dit. Maar goed, ze kunnen daar ook echt wel veel meer hebben dan wij. Deze gaat in de kom. In de kom waar ik ook het gehakt in ga kneden. Maar ik wil ook nog wat limoenrasp toevoegen. Alleen de rasp gaat in het gehakt. Het sap ga ik straks gebruiken om de soep mee op smaak te brengen. En ook dat is weer iets wat onwijs veel gebruikt wordt in de Thaise keuken. Hoewel ze daar wel vaker de kaffirlimoen gebruiken. Dat is ook een limoen, maar dat is een andere soort. Het is een heel felgroen limoentje met een knobbelige schil. En die heeft net even een beetje een andere smaak. De blaadjes van de plant worden ook gebruikt. Dat zijn de kaffirlimoenblaadjes. Die ken je misschien wel. Die worden vaak ook in de Thaise keuken gebruikt om soepen en curry's mee op smaak te brengen. Maar ze hebben ook gelukkig tegenwoordig de blaadjes in de diepvries. Soms ook vers in de supermarkt, maar ook bij de toko. Dus ik heb er altijd eentje in de vriezer liggen. Maar dit werkt ook prima als je dat niet in huis hebt. Deze leg ik even aan de kant, want die heb ik straks pas weer nodig. Dan gaat er ook nog wat gele currypasta in. Niet alles. Twee kleine theelepeltjes als smaakmaker voor het gehakt. En de rest gaat straks in de soep. En dan mag nu eindelijk het gehakt erbij. Met een klein snufje zout. En dan kneed ik het goed door. Om mooie balletjes te rollen maak ik even mijn handen nat. Want dat rolt gewoon makkelijker. Je ziet het kipgehakt plak behoorlijk. Dus door je handen nat te maken of in te smeren met olie heb je daar minder last van. En dan balletjes ter grootte van, nou, een walnoot ongeveer. Kijk, dit ongeveer. Ja, zo zie je, zo kan je dus een heleboel gehaktballetjes halen
uit deze hoeveelheid kip gehakt. Het lijkt niet zoveel. Het is natuurlijk altijd het lekkerste om bij iedere hap soep een balletje te hebben. Dus wordt het ook zo'n ruzie aan tafel. Goed, een bordje met ballen. Dan de soep. Daar heb ik natuurlijk nog de rest van de gele currypasta voor. Dus eerst zet ik even het vuur aan onder de soeppan. Daar gaat wat zonnebloemolie in. En in de zonnebloemolie bak ik de pasta. Even losbakken in de olie. Daar kunnen dan de groenten bij. Uit het Bami-pakket. Hier zit natuurlijk gewoon in taugé en peen en rode peper, spitskool. Nou, de rode peper heb ik natuurlijk net al in de gehaktballetjes gedaan. Maar je kunt dat Bami-pakket natuurlijk ook prima op een andere manier een keer gebruiken. Als de groente aangebakken is, schenk ik daar 800 ml water op. Gewoon uit de waterkoker. Deze breng ik meteen aan de kook. Bouillonblokje erbij. Kippenbouillon. Die verkruimel ik eroverheen. En dan even goed doorroeren. En die tomkaka is natuurlijk altijd heerlijk romig. Dat doen ze met kokosmelk. Altijd even schudden, zo'n blikje. Want soms dan splitst het een beetje. Dan gaat het vet er bovenop drijven. Dus door hem te schudden kun je dat mooi weer mixen. Dit gaat erbij. En ik vind het altijd wel heel erg lekker om nog wat kruiden toe te voegen. Ik heb hier namelijk in de koelkast verse Aziatische kruiden. En wat zit daarin? Er zit citroengras in, limoenblad en koriander. Eigenlijk drie kruiden die heel veel gebruikt worden in de Thaise keuken. Citroengras geeft een soort romige, frisse, pittige smaak. Het heeft ook iets weg van citroen en kokos. En je ziet het is een vrij taaie stengel. Het is ook als een soort gras, zoals zo groeit het tenminste. Maar als je hem zo in de soep zou gooien, dan geeft hij eigenlijk weinig smaak af. Dus je kunt hem het beste met de achterkant van je mes even goed kneuzen. En dan gaat hij zo hup de soep in. En wat ook dus die specifieke Thaise smaak geeft, zijn dus de kaffir limoenblaadjes, waar ik het net al even over had. De blaadjes van de limoenplant. Die gooi ik er altijd gewoon in hun geheel in. Ik laat het als het ware infuseren. Dus de bouillon wordt daardoor nog sterker op smaak. In de Thaise keuken staat ook bekend om een perfecte balans tussen zout, zuur, pittig en zoet. Nou ja, het zouten dat zit natuurlijk al een beetje in de bouillon. Maar je kunt ook nog wat vissaus toevoegen. Dat is natuurlijk ook echt heel erg Thais. Het is een saus gemaakt van gezouten gefermenteerde vis. Enorm umami. Het is echt heel erg lekker. Het geeft een soort subtiele zouten smaak. Een beetje zoals anchovies dat ook aan een pastasaus kan doen. Dan proef je ook niet ontzettend vis of zo. Maar je hebt wel die zilte smaak die gewoon echt heel erg lekker is. Zuur voeg ik nog toe door wat limoensap. Ja, het pittige hoef ik niet toe te voegen, want dat zit al in de gele currypasta. Dus dat is prima zo. Maar het zoete heeft het wel nog nodig. En dat kun je natuurlijk doen met een beetje suiker of anders een beetje gembersiroop. En dan even goed doorroeren. En natuurlijk even proeven van is die balans goed. En dan kun je natuurlijk altijd nog weer een klein beetje van de ingrediënten toevoegen. Als de soep kookt kun je de ballen en de mie toevoegen. Eerst maar even de mie. Heb je ook altijd ruzie met verpakkingen? Ja. Kijk dan, hoe lelijk ik het openmaak. Ik wil er niks over zeggen. En ik heb ook maar 4 nestjes nodig, gelukkig. De rest moet dan maar op deze manier in de voorraadkast. Deze gaan erin. Een nestje per persoon, dat is echt genoeg. Je wil namelijk ook niet dat het gewoon één grote mie-nestjeszooi is met een klein beetje soep. Je wil natuurlijk wel dat die lekker vloeibaar blijft.
Deze laat ik even meekoken. En daar gaan dan de kleine kipgehaktballetjes ook bij. Dit laat ik even koken. Er gaan er straks ook nog sugar snaps in. Daar wordt die ook nog mooier van, want er komt er lekker wat groen bij. En natuurlijk ook nog weer wat extra groente, altijd lekker. Maar die wil ik niet te lang laten koken, want dan worden ze snel een beetje snotterig. En je wil dat ze crispy blijven, namelijk snappen van de sugar snap. Goed, dit laat ik even staan. Maar kijk ondertussen even mee, want misschien heb je morgen zin in een heerlijke lunch die niet budget smaakt, maar het wel is. Namelijk lekker met camembert, spekjes, dus zoet en zout en hartig en een beetje gesmolten kaas en peren. Ook nog tijd voor een toetje. Een no-bake pinda chocoladetaart. Super lekker. Ik vind hem echt heerlijk. Echt makkelijk. Daarvoor heb je nodig chocola. En die wil je au bain-marie smelten. En daarvoor mep je hem even. Kijk, dat scheelt weer een rondje hakken. Deze gaat au bain-marie. Iets met verpakkingen. Ja. Smelt de chocola in een kom boven het kokende water. Chocola moet je namelijk nooit direct in een pannetje verwarmen, want door de hitte kan die gaan splitsen en dat komt niet meer goed. Als je het ooit hebt gehad, dan weet je precies wat ik bedoel. Dan splitst die dus in een vetmassa en in een oliemassa en dus in de cacao. En dan kun je het weggooien. Nou, dit laat ik eventjes rustig smelten. Ondertussen heb ik hier een steelpannetje op staan. En in dat steelpannetje verwarm ik de pindakaas. En die verwarm ik zodat die lekker smeerbaar wordt. Ongeveer een derde pot. Dus dat is rond de 200 gram. Kijk, je ziet het. Dat is gewoon hartstikke hard. Het is natuurlijk het vet wat opgesteven is. Dus die moet je even verwarmen om hem vloeibaar te krijgen. Agavesiroop. 175 ml. Dat is de helft van de spuitfles. En 50 gram suiker. Nou, je ziet het, het smelt hartstikke snel. Blijf ook even in de chocola roeren. Nou, hij is al bijna verdwenen zoals je ziet. Het is al mooi chocoladesaus geworden. Heerlijk. Hier vanaf blijven is best moeilijk, kan ik je vertellen. In de pindakaas gaan gezouten crackers. Die verkruimel ik gewoon met de hand. Dat mag je gewoon grof doen. Ik verheug me op de soep, maar dit is ook wel... Moet je wel een uurtje wachten, want hij moet een uur in de koelkast. Oh. Dit roer ik goed door, zodat het echt een hele egale, stevige massa wordt. Want dit moet de bodem van de no-bake chocopindataart worden. Dus hij moet echt lekker stevig zijn. Het ziet er niet per se super lekker uit, maar dat gaat het zo meteen wel worden. Dit stort ik in een met bakpapier beklede ovenschaal. Dat kun je best wel even een beetje goed aandrukken. Als je ooit een cheesecake hebt gemaakt met koekjes, dan weet je wat ik bedoel. Dit is namelijk de bodem. Dus dat mag je best wel met een beetje kracht doen. Zodat hij ook mooi in de ovenschaal komt. Zodat je straks echt mooie plakken krijgt als je hem gaat aansnijden.
Hier overheen gaat de chocolade. Die is helemaal gesmolten, zoals je ziet. En soms is zo'n kom echt een beetje heet, dus dan moet je eventjes hem met een theedoek vastpakken. Hij heeft natuurlijk toch in het kokende water gehangen. En dan schep ik hem over de koekbodem heen. Een beetje verdelen en dan kun je hem zo meteen met een lepel mooi glad strijken. Als de chocolade mooi verdeeld is, moet je even snel werken, want die chocolade die stolt natuurlijk snel. Ik heb hier nog wat pinda's. Die pinda's die hak ik gewoon met een scherp mes. Gewoon grof hakken, hoeft niet helemaal tot poeder. En deze strooi ik over de nog gesmolten chocolade. Eigenlijk wel best zo. En dan hoeft hij niet in de oven, maar 1 uur in de koelkast. Sorry, Janne. Maar ik heb een verrassing voor je. Ik heb er al 1 voorbereid. Dan kun je hem dus heel makkelijk uit de ovenschaal tillen met het bakpapier. Kijk dan. Het is 1 portie, toch? Ja, ja. Voor mij. Dat mes, dat zet ik eventjes in een hoge beker met warm water. Want dit is natuurlijk heel koud en ook echt heel erg hard. En dan is het het makkelijkste om hem te snijden met een warm mes. Dus laat hem even goed warm worden. Maar wel eventjes het vocht eraf. En dan kun je hem in mooie vierkantjes snijden. Eerst over de helft. En dit ook weer over de helft. En dan deze nog een keer in tweeën. Dan klopt het wel ongeveer. We kunnen 12 stukjes eten, mensen, hier. Lijkt mij genoeg. Nou, kijk dan. Mooi bordje erbij. Nou, schuif ik ze eigenlijk gewoon met bakpapier en al erop. Dat vind ik wel leuk staan. No bake. Pinda. Chocoladetaart. Als je dit recept ook wil maken, kijk dan even op jumbo.com. Of in de Hallo Jumbo, want daar staat hij ook. Toch? Zeker. Goed, het afmaken van de soep. Ik heb hier nog sugar snaps. De soep heeft inmiddels lang genoeg gekookt. Ik voeg er nog wat sugar snaps aan toe. Die hebben nog een paar minuutjes nodig. Echt niet meer dan 4, want dan verliezen ze een klein beetje hun knapperigheid. Ik ga hem nog 1 keer proeven om te checken of die echt goed op smaak is, of die nog iets nodig heeft. Soms na een tijdje koken verandert de smaak namelijk een beetje. Ik denk dat we een lekker maaltje hebben, zo soep met no-bake chocotaart. We beginnen met de tang. De mie in de kom. En natuurlijk ook lekker zoveel mogelijk groenten meescheppen. Hij is rijk gevuld, dus dat kan prima. Dan gaat er een heleboel van die lekkere romige, pittige, zure, zoete, zoute bouillon overheen. Even een klein beetje het bord fatsoeneren. Want soep opscheppen is nooit makkelijk. Helemaal niet als die geel is. Daar gaan lekker wat takjes koriander overheen. Want ook dat hoort natuurlijk echt bij die Thaise keuken. En als je er niet van houdt, is munt ook heel lekker. Dus vergeet je tafelgenoten niet te waarschuwen dat er nog citroengras in zit. Dat dat eruit gevist moet worden en wat limoenblaadjes. Maar daarna kan je vervolgens gaan genieten van een heerlijke, kruidige Thaise soep. Even kijken of de balans goed is. Hij is in balans.